gewoon lekker alleen water wat je hoort en een beetje tussen de zeilen. Oké. Aan boord hoef je niks te zeggen, is altijd goed. Als je de haven uitvaart, dan ontstaat een soort rust, echt verslavend. Je bent de hele week in gesprek en aan het denken over allerlei dingen die spelen. Ja, ik vind wel dat het belangrijk is dat je rust zoekt. Want vanuit het niks ontstaan vaak weer de goede ideeën. En niet vanuit alsmaar maar doordenken en malen. Dus dat is, vind ik, heel erg belangrijk. Een balans. Waar de wind ontbreekt. Waar de wind ontbreekt. Ik kom zelf van de werkvloer. Ik heb 18 jaar aan het bed gestaan met hart en ziel. Ik heb zelf eigenlijk grotendeels ben kinderverpleegkundig op intensive care gewerkt. Ik denk dat de mensen op de werkvloer wel weten dat ik echt hart heb voor de zorg. Het relaxte leven op de Antillen beviel heel erg goed. En ik had zoiets, laat ik maar een soort middenweg gaan zoeken. Hè? Want de Randstad druk en voor de kinderen druk. En ja, zoals ik altijd maar zeg, het is gewoon het goede leven. Mensen weten te genieten. In het begin heb ik wel heel erg moeten wennen ook aan alle tradities en rituelen. Maar ik woon nu 20 jaar in Limburg en ik ben er echt heel erg aan gehecht geraakt. Het is echt heel erg mooi dat Limburg zo vasthoudt aan zijn tradities en echt ook jong en oud. Wat is het beter dan je kinderen een joie de vivre leren? Hè? Het gaat niet alleen om hardheid en presteren. En het leven is veel meer dan alleen maar werken en scoren. Juist leren leven is het allerbelangrijkste wat je ze mee kan geven. En ik denk dat kan in Limburg uitstekend.